voetbal, want ik ga voetballen, ja. Dus don't be mad at me, please. Gaan een wedstrijd voetballen. De ouders en de kinderen. Boy! Zo! Ja! Een hele goede morgen en welkom bij vlogmas nummer 11 alweer. Jeetje. 12. Nee, 11. Ja, 10. Nee, 11. 7. Ik ben onderweg naar voetbal, want ik ga voetballen, ja. Mega goed. Vind je niet? Ik ben echt wel goed, hoor. Ja, ja. Als dus... ik voor de rest niet meer meedoen. Whatever. Ik ga wel echt mijn best doen, hoor. Ik denk dat jij een paar keer op je kont zit. Ja, dat denk ik ook vandaag. Maar ja, dat maakt niet uit. Het gaat om de fun, toch? Dus. Wat ga je dan voetballen? Dat moet je wel vertellen. Wat ga ik ook weer voetballen dan? Dat mag jij vertellen. Nee, dat mag jij doen. Nee, dat mag jij doen. Aangezien jij het allemaal beter weet dan ik. Vertel dan. Kijk, we gaan een wedstrijd voetballen. We gaan een wedstrijd voetballen. De ouders en de kinderen. Goed zo, schat. Vliegers. Nee, opvliegers. Op topman. Nu al opvliegers. Anyways, wat wilde ik vertellen? Oh ja, ik heb hier mijn band om mijn oren, want ik heb altijd koude oren. En het doet echt verschrikkelijk veel zeer, want het is wel echt koud buiten. Het smaakt 2 graden. Ja, echt. Dus ik ga wel winnen, dat sowieso. Want ik ben een winnaar. Snel thuis gedoucht, aangekleed en we zijn klaar om te gaan bowlen. En jij gaat ook nog midget golfen, dus het is echt, echt? Een drukke agenda heb jij. Ik heb morgen echt freaking spierpijn, dat weet ik nu al. Jij natuurlijk niet, want jij bent dat gewend. Maar ik wel. Oh, the weather outside is great. Gaat ie goed? But the fire is so good. Maar de ultieme pakje is van Arion. Goed zo. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik ben echt kapot, kapot, moe. Echt niet normaal. Heb je het koud? Dat is nu nog niet. Dat is Muffy's bananen. Dat is van Muffy's. Ja. Ik doe het zo, hè? Doe hem zelf uit. Kijk maar. Ja. Ik zie je. Ik zie het. Slaap lekker. Hou van jou. Wat? Wat wil je? Een vlinder, ja, mooi hè. Echt heel mooi. Oké, mijn hoofd is echt heel erg woest. Dit ziet er niet uit. Maar ja, het was vandaag wel echt een geslaagde dag. Maar ik ben zo kapot. Ik heb nu al spierpijn. Ik denk dat ik morgen niet ga kunnen lopen. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd. Omdat het gewoon echt zo druk was. En de dag ging zo snel voorbij. Ik vergat gewoon af en toe mijn camera te pakken. Ik weet niet. Dus ik denk dat dit een hele korte vlog wordt. Ik moet het morgen editen, dus we zullen het morgen zien. Superleuk. We hebben daarna nog gebold en gemidgetgolfd en gegeten. Toen we thuis kwamen, hebben we pizza besteld. En hebben we nog even lekker kerstfilmpjes gekeken met z'n allen. En nu liggen de jongens al op bed. Het is pas 7:30, maar ik viel net al dus in slaap. Ik ben gewoon zo kapot dat ik om 6:00 op de bank in slaap viel. En weer wakker werd en weer in slaap viel. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon op tijd naar bed. Ik vraag echt te veel van mijn lichaam op dit moment. Dus vandaar dat het een hele korte vlog is. Dus don't be mad at me, please. Ik beloof dat morgen weer een hele interessante, leuke dag wordt. Want ik hoorde van Nick dat het morgen gaat sneeuwen. En dat vind ik super leuk. Want dan ga ik met de jongens lekker een sneeuwpop maken. Ik hoop echt dat er lekker een dikke laag komt. En dan kunnen we lekker in de sneeuw spelen. Ik heb ook wel, ik weet niet of ik jullie dat had verteld. Van de voedselbank hadden wij van die dozen meegekregen om eten in te doen. En ik heb ook al heel veel verzameld. 2 grote dozen. Dus dat ga ik morgen denk ik ook in elkaar zetten. Dus morgen wordt het weer echt gewoon een superleuke dag. Dat ik gewoon alles kan filmen. En ik denk ook dat ik het af en toe een beetje awkward vind als ik met andere mensen ben. Om de hele tijd te filmen. Want niet iedereen wil dat ik de hele tijd die camera pak.
Dus ik denk dat dat het ook een beetje was. Omdat het best wel druk was vandaag. De hele dag was gewoon bij me voorbij gevlogen. Ik heb net de jongens alle twee op bed gelegd. En Lesjo is ook echt zo moe. Zijn pyjama gedaan had zoiets van, nee, ik ga lekker slapen. Mam, nu even niet. Dus ja, Nick is net de hond uit gaan laten. Ik hoor hem net binnenkomen. Dus ik denk dat wij nog even proberen een filmpje te kijken. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik heb nog steeds mijn mascara ook op, gewoon. Maar weet je wat het ook is? Ik voetbal nooit. En het was vandaag super koud, hè. Het was echt min 1 of zo hier. En dan buiten voetballen. Dus je hebt het eerst heel koud, maar dan ren je. En ik had het gewoon nog steeds koud. Want ik ben niet gewend om buiten te sporten sowieso niet. Want ik had naar een fitness ding. Dat is gewoon lekker binnen. Dat is gewoon comfortable. Maar dit was echt not comfortable. Dit was echt koud. Op een gegeven moment had ik gewoon pijn aan mijn longen en aan mijn luchtwegen. Als ik inademde van die koude wind. Ik weet niet. Ik hoop dat iemand mij snapt hierin. Of dat ik me gewoon echt mega aanstel. Eén van de twee. Maar anyways. Dat was even mijn hele dag in de auto. Ik ben zo blij dat ik hier op mijn lekkere bedje lig. Zo lekker warm. Oh, heerlijk. Ik denk gewoon dat het van de hele week bij elkaar is, hoor. Ik denk niet alleen van vandaag. Ik denk gewoon met het vlogmessen en met de kinderen en de verzorging en alles. En de school. En vroeg op. Dat het gewoon... Dus ja, ik ga nu pitten. Want ik weet ook niet meer wat ik moet zeggen. En ik val half in slaap. Dus, tja. Nou, die is weer in slaap gevallen. Bril op. Lamp aan. TV aan. Ik weet je dat ze 2 minuten tv gekeken heeft. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Een beetje kort, maar krachtig zeg ik dan maar. Vind je het een leuke video? Vergeet geen duimpjes omhoog te geven. En te abonneren door jullie hier of hier te klikken. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog weer. Tot en met vloggen, iedere dag een vlog. Dus, love you. Do it.